Goedemorgen jongens, ik ben er nog steeds met baby in de buik. Intussen alweer 39 weken zwanger en sorry voor de herrie op de achtergrond. Ze zijn hier precies achter ons een huis aan het bouwen en ze zijn nu volgens mij de stijgers aan het weghalen. Maar ja, 39 weken zwanger. Ik ben echt ja, gewoon op dat punt aangekomen dat ik denk van oké, nu mag ze wel gaan komen. Ik probeer wel gewoon nog door te gaan. Ik heb nog best wel veel energie, moet ik zeggen. Maar die buik is gewoon echt knijterhard. En ik vind het dan echt heel relaxed als ik even zit of als ik even kan liggen. Maar ja, ik kan niet slapen omdat ik gewoon te veel energie nog heb om dingen in huis te rommelen. En dat is ja, best wel irritant. Dat had ik volgens mij ook in mijn vorige zwangerschappen. Ik word gebeld. Ben ik zo even terug. Maar goed, ik ga zo meteen eventjes hier achter mij. Want de kledingkasten staan. Die heeft twee laatst in elkaar gezet. En die heb ik jullie ook in mijn vorige vlog laten zien. Maar mijn kant moet ik echt nog even gaan indelen. Dus dat wil ik zo meteen gaan doen. Hier naast me liggen ook allemaal bakken met zooi en dingen die ik even moet gaan uitzoeken. Maar ik dacht, ik ga mezelf eerst even klaarmaken. Dan voel ik me wat meer wakker en productief of zo. Ik weet niet, als ik me heb klaargemaakt, dan ben ik altijd een heel ander persoon. Dus ik knal er even wat foundation op. Ik denk dat ik vandaag geen mascara op doe. Dat heb ik de afgelopen dagen überhaupt niet zoveel op gedaan. Ik merk dat ik dat gewoon niet echt chill meer vind of zo. En ja, als ik toch thuis zit, dan waarom zou je helemaal die wimpers gaan belasten? Dus ik kijk zo even of we dat willen. En anders dan doen we gewoon alleen lekker even foundation op. En een bronzertje. Mijn wenkbrauw heb ik vorige week. Of nee, wanneer was dat? Vorige week? Was dat vorige week? Ja, toen ik bij de schoonheidsspecialist was even laten doen. Laten verven bedoel ik. Dus dat is ook weer fris. Maar de basis ga ik even aanbrengen. En dan gaan we straks hier in de kledingkast rommelen. Dit is trouwens een foundation die ik gebruik. Voor degene die dat gaan vragen. Het is de Dior Forever Skin Glow. En die mix ik in twee kleuren. Ik heb de 4W en de 2W. Want de ene keer is 4W echt perfect. Als ik bijvoorbeeld zelf bruiner op heb gedaan. Maar nu heb ik niet echt zelf bruiner op. Dus dan is 2W gemengd met 4W echt top. Dus dat doen we er eventjes op. De concealer die ik gebruik is van Tarte. Dat is de Shape Tape Concealer. Volgens mij is dit de kleur vanille of zo? Of niet? Nee, light medium scent. Hoe kom ik bij vanille? Geen idee, maar I love deze. Echt forever mijn favoriete concealer. Dus ik heb eigenlijk sinds ik deze heb niet meer geswitcht ook. En mijn moeder belt. Ben je opgevallen? Ja. Ja, je sliep toch niet, hè? Dat nee. Wat doe ik? Nee, ik slaap weinig. Ik heb gewoon zoveel energie. Dan breng ik nu een blush aan. Dat is deze van Kylie Cosmetics. En er staat iets met Betty nog wat op de achterkant. En de rest is vervaagd. Dus mocht je weten hoe die heet, let me know. Maar die breng ik aan op de wangetjes. Zodat ik er even wat meer awake uitzie. Doe je bedoeling anders? Wat wij opdoen vandaag is de Superstay van Maybelline. Dat is deze. Een nieuw product volgens mij. En ik heb deze in de kleur... Wacht even, dit is niet de juiste kleur. 35 Cheeky, dat doe ik op mijn lippen. In combinatie met een Anastasia Beverly Hills lip liner in de kleur Cool Brown. Dat is deze. Dus die doe ik nu al eerst op. Lekker even een lijntje maken. En dan doen we deze op. De Maybelline Superstay. En heel soms doe ik er nog een gloss overheen. Ik lijk wel altijd heel moe als ik geen mascara op heb. Maar dan doen we gewoon even een beetje een bruin potloodje of zo. Oké, goed. Ik doe mijn camera uit, want hij gaat echt ieder moment uitvallen. Is dit wel echt de max, hoor. Het lijkt alsof die nu nog groter is dan mijn vorige vlog. En die vorige vlog was een week geleden. Toen was ik 38 weken zwanger. En nu ben ik
39 weken en 1 dag. Dus moet je nagaan hoe ver zij nu een beetje naar beneden is gaan liggen. Want hier beneden vooral vind ik dat het heel rond is geworden. Outfit of the day trouwens laat ik ook gelijk even zien. Deze hebben jullie gezien in mijn vorige vlog. Die is van Chiquelle. En deze maternity legging. Tenminste, volgens mij is het een maternity legging. Want hij zit hierboven heel los. Die is van Vero Moda. Die heb ik bij ASOS besteld. Ik zet wel even een link ervan in de beschrijving hieronder. Als ik die nog kan vinden. Want volgens mij heeft Vero Moda dus ook een mama collectie. Correct me if I'm wrong. Maar die is dus daarvan, van ASOS. Dus dat is de outfit. En nu gaan wij thee pakken en dit helemaal organiseren, jongens. Ik heb vergeten om te filmen wat we gaan eten. Ik heb het al op mijn bord gedaan. Het zijn Surinaamse bruine bonen met gehakt. En selderij heb ik er net op gedaan. En dan hebben we hier basmati rijst. Lekker makkelijk, want we gaan zo meteen naar buiten. Sint Maarten lopen. Wij zijn net klaar met avondeten. En mijn zusje die is intussen aangekomen. Daar is ze in de building. Dus gaan we eventjes assisteren. Met Sint Maarten zingen, hè? Sint Maarten, de koeien bestaan. De kinderen zijn eigenlijk echt super moe, vooral Juna. Want ze hebben vandaag ook opvang gehad. Dus we gaan gewoon even snel lopen. Ik ben er met mijn lampion. Ja, jij gaat je lampion meenemen. En je tas voor de... Snoepjes! Snoepjes, hè? Gaan we lopen, Juna? Het is heel leuk dag, want snoepjes dan! Juna, waar is jouw mandje? Zo lang niet deze, dat zou ik graag op doen. Kijk maar, dankjewel. Helemaal een regenboog. Heel mooi heb je die gemaakt. Gaan we lopen dan? En deze kan tegen regen. Ja, ga zingen dan. Sinte, Sinte, Maarten. De meisjes hebben dat niet dag. En ik heb net de kinderen even naar de opvang gebracht en naar school. En toen ben ik naar huis gegaan, heb ik mezelf heel snel even klaargemaakt. Mijn nagels even gelakt, want ik had dus een French manicure laten doen. Maar ik kan er gewoon niet aan wennen dat je zo'n witte tip hebt, wat je vroeger eigenlijk ook altijd deed, zeg maar zelf thuis, toen je nog niet echt ja, dit soort dingen kon doen bij nagelsalons. Maar goed, wat ik wilde zeggen is dat ze zometeen hier beneden een pampasboom gaan plaatsen. En nu zou je wel denken, wat is dat? Dat ga ik jullie straks laten zien. Ik zal even een foto erbij pakken. Dan hebben jullie een beetje een beeld bij hoe het eruit ziet. En dan als het straks klaar is, zal ik in de woonkamer laten zien hoe het bij ons staat. Ik kan echt niet wachten, want ik vind het zo mooi. Dus dat is wat er vandaag op de planning staat. Ik ben net trouwens heel even snel langs de kruidvat geweest. Want ik ga denk ik vanavond of morgen mijn uitgroei weer eventjes verven. En dat doe ik altijd hiermee met de Garnier Nutrisverf in de kleur zwart. Echt de meest simpele kleur ever. Maar die is ook gewoon heel neutraal. Dus die doe ik altijd op mijn uitgroei. Dan heb ik deze gekocht. Even iets anders proberen. Die was in de aanbieding. Dit is van John Frieda, de Color Shine Conditioner. En daar heb ik ook de shampoo van gehaald. Rook heel lekker, dus ik ben benieuwd. Nou, kwastje voor mijn uitgroei. Voor de kinderen heb ik deze gekocht. Het is de Shea Moisture Manuka Honey en Mafura Oil het haarmasker. Heb ik daar ook de conditioner van voor hun krulletjes. En dit is de shampoo die ik gebruik voor hun haar. En dat is de Superfood Complex shampoo. Dus die zijn weer even voorzien. Voor mezelf heb ik ook nog twee mascara's gehaald. Want die waren in de aanbieding. Dus of, ja, tweede halve prijs volgens mij. Van Maybelline. Dus dan heb ik de Sky High en de Lash Sensational. Ik dacht die ga ik even proberen. Want normaal gebruik ik deze. De Sky High, maar ik heb deze nog nooit eerder gehad. Dus ik was wel heel benieuwd. En voor de bevalling had ik nog geen lippenbalsem. Dus ik heb nu Blistex gekocht.
En deze kennen jullie wel, die had ik in mijn laatste vlog ook laten zien dat ik die zo fijn vind. Dus die heb ik nu ook weer eventjes opnieuw gehaald, want ik ben alweer door een hele pot heen. Dus dit is denk ik de laatste voordat ik ga bevallen. En dan zullen we hem ongetwijfeld nog gaan blijven gebruiken, want hij is zo fijn. Nou, ik heb het hier alvast even leeg gemaakt, zodat de Pampas Koning straks het ding gewoon kan doen. Want hier komt de boom te staan. Dus dat is best wel een groot stuk wat hij nu heeft en wat hij lekker kan opvullen. Want dit is echt een hele kale muur nog. En daar komt binnenkort een kast, gaat Dwayne nog maken. Maar voor nu is dat echt de perfecte plek om de boom te plaatsen. Dus dit is leeg. Dit ga ik straks nog even opzij schuiven. En dan kan hij hier gewoon aan de slag. Ik heb voor mezelf een heerlijke voedzame lunch besteld. Namelijk een broodje Mexicano en een patatje met mayo. Hier had ik echt zoveel zin in. Oh my god. You have no idea. Ik heb net de boom gezien. En hij is echt super mooi. Het enige wat nog even mist zijn de lampjes voor erin. Dus ik moet sowieso even naar de supermarkt. Ik dacht ik haal dat wel. Dan hoef ik niet helemaal terug te rijden straks vanuit een andere klant om dat nog helemaal erin te doen. Dus zij heeft even een linkje doorgestuurd en dan ga ik het gewoon even zelf halen, die lampjes, en erin stoppen. Even lekker ons bed verschonen en een nieuwe topper erop leggen, waar ik heel blij mee ben. We hebben namelijk van Emma Sleep een nieuwe topper voor ons eigen bed gekregen. En we hebben voor Nela haar bed een nieuwe matras, die ook echt super lekker dik is en heel erg lekker ligt. Die ga ik jullie straks even laten zien, maar ik dacht ik ga eerst even hier de topper opleggen en dan ook meteen laten zien aan jullie hoe die eruit ziet, zeg maar. En dan ga ik ook meteen even lekker schone hoeslaken en zo erop doen. Dus gewoon dekbed overtrek. En dan hebben wij vanavond weer een fris bedje waar we in kunnen ploffen. En ik heb trouwens een nieuwe verslaving. Ik heb echt al de helft van dit zakje leeg gegeten. Maar dit zijn van die truffel pepernoten van Picnic. Ik heb ze daar besteld online. En ze zijn niet normaal lekker. Dit zijn echt de lekkerste truffel pepernoten die ik in tijden heb gegeten. Oh my god, echt. Ik wou dat jullie het konden proeven. Schoon beddengoed op zitten en ik wilde jullie nog heel even kort vertellen over onze topper die erop zit. Voordat ik naar boven ga om jullie Nela de matras te laten zien. Deze die is namelijk van Emma Sleep en die hebben op dit moment echt super goede deals op hun website in verband met de kerst. En ik heb ook voor jullie een kortingscode, die zet ik straks even in het scherm erbij. Maar ik dacht ik vertel jullie eerst even over de topper die wij erop hebben liggen, die we echt heel fijn vinden. Dat is de Emma Sleep Diamond Topper. En deze die is 8 centimeter dik en is heel erg ademend. Dus mocht je het snel warm krijgen 's nachts, dan reguleert hij echt de temperatuur van je lichaam. Maar hij is ook niet te zacht, zeg maar. Hij deukt wel lekker in. Dus deze zit er nu bij ons op. En dan ga ik jullie boven even het matras laten zien van Nela. Wat heb je daar? Een foto van papa. Kijken. Is dat papa toen papa klein was? Ja. Die heeft papa volgens mij aan mij gegeven, hè? Toen papa verliefd was geworden op mama. En nu aan mij. En nu aan jou. Stond hij op je nachtkastje. Mooi hoor. Kijk ze altijd hier. Want als ik wakker word, dan kan ik meteen papa groeten. Oh. Goed idee van jou, schat. Wat ik wilde zeggen is dat Nela haar matras er ook op zit. Let niet op al die stickers die ze op haar bed heeft geplakt. Maar zij is hier ook zo blij mee, want we hadden eerst een veel dunner matras hierop zitten. En nu zit de Emma Original Hybrid erop. En dat is best wel een dik matras. Kijk, het lijkt gewoon bijna alsof daar ook een topper op zit. Dus dan heb je een heel dik ondermatras en dan nog een soort bovenlaag erop zitten. En deze die doet me een beetje denken qua zachtheid aan onze topper. Maar hij is echt heel fijn, hè? Je slaapt er echt lekker op. Onder mijn bed heb ik ook speelgoed. Ja, onder je bed zit speelgoed. En we moeten die stickers nog even van je bed afhalen een keertje.
Die zijn allemaal zo verlept geworden. Maar ja, dit is dus ook echt een heel fijn matras. Zeker aan te raden als je voor de kinderkamer of voor je eigen slaapkamer nog een fijne zoekt. Dus ja, mocht je voor het nieuwe jaar nog een nieuw matras zoeken, dit is een van de best verkochte van Emma Sleep. Omdat hij gewoon heel comfortabel ligt. En ja, ik vind hem ook echt heel fijn. Soms ga ik even bij Nela liggen of een boekje lezen. En dan ja, merk je toch wel echt dat deze heel zacht is. Wat ik wilde zeggen, jullie kunnen dus mijn kortingscode gebruiken. Die zet ik even in het scherm hier erbij. Deze maand in december hebben ze heel veel goede deals. Tot 50% korting op heel veel matrassen en toppers en accessoires. Dus ik zou zeggen, ja, wees er snel bij. Want in het nieuwe jaar zijn natuurlijk die deals allemaal weer voorbij. Het is ook heel leuk om dit bijvoorbeeld cadeau te doen aan iemand. Een goed matras, bijvoorbeeld je vader of je moeder. Die dat wel kunnen gebruiken of een topper. Ze hebben echt van alles. Dus ik zou zeker gebruik maken van de goede deals. De code en alle informatie zet ik nog even in de beschrijving hieronder. Mocht je daar interesse in hebben. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is vroeg in de ochtend. De kinderen die liggen hier bij mij in bed met hun iPads. En Tweenie is net vertrokken naar werk. En vandaag om 2:00 ga ik gestript worden. Want ik ben nu 40 weken en 6 dagen zwanger. En het komt maar niet op gang. Dus ze gaan mij straks proberen te strippen. Ik hoop dat het kan. Want je moet ook zoveel centimeter ontsluiting hebben of zo. I don't know. Ik laat het gewoon over me heen komen. En we gaan het zo zien of het gaat lukken. Goed, ik ga de kindjes snel aankleden en aan tafel zitten beneden om even wat te eten. Ik had net voor de kinderen even snel knakworstjes gemaakt. En Nela die heeft me helemaal geïnspireerd om een broodje hotdog te eten. Dus ik ga dit nu even in alle rust opeten. De kindjes zijn het weg. En dan ga ik heerlijk even douchen. En mijn SD-kaart leegmaken, want die zit helemaal vol, zie ik. Dus dat gaan we eventjes fixen voordat ik ga bevallen. En can we take a second voor deze geweldige Winter Wonderland boom in onze woonkamer, waar ik echt super blij mee ben. Deze die is geplaatst door Pampas Koning. En zij doen echt super mooie dingetjes met pampas. Dus met pampas takken, deze dingen. En ze hebben het eerst allemaal gefeund voordat ze dat zeg maar in het frame hebben gestoken. En er zit volgens mij ook iets overheen nog waardoor het niet loslaat. Want ik ja, weet gewoon dat als je pampas in huis hebt en katten en kinderen, dan ligt het all over the place. Maar dat is dus nu niet het geval. Omdat ze er echt wel ja, eerst wat mee hebben gedaan voordat ze het hierin hebben gestoken. Daarna hebben we er nog lichtjes in gedaan om het net even wat feestelijker en gezelliger te maken hier. En nu hebben we echt een fantastische, knusse Winter Wonderland boom. En ik vind hem echt helemaal leuk. Het past ook super goed bij het interieur. En het viel deze muur ook nou, heel mooi op. Dus ja, vooral 's avonds vind ik hem echt helemaal gezellig. Ik ben er heel blij mee. Echt een hele mooie, ja, andere soort boom. Die toch nog wel echt die winterse vibes in je huis geeft. En het is gewoon zo fluffy en gezellig. Ik vind het helemaal leuk. Ik heb net even lekker gedoucht en mezelf uitgebreid klaargemaakt. Toen dacht ik, ik ga straks even lekker naar buiten om te wandelen nog. Want het is super mooi weer. Of tenminste, net was het super mooi weer. De zon scheen volop en het was echt helemaal blauw. En nu kijk ik naar buiten en trek dat allemaal een beetje donker weg. Dus ik weet niet of ik nu nog, als ik nu naar buiten ga, of het dan nog droog blijft. Ik ga even kijken op buienradar. Want ik zou het wel lekker vinden om nog even een klein stukje te wandelen voordat ik straks gestript word. Want ik weet ook echt niet hoe ik me daarna ga voelen. Aangezien dit de eerste keer is dat ik dit überhaupt ooit meemaak, dat ze me gaan strippen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik het ga ervaren en wat er hierna gaat gebeuren. Dweenie werkt in Utrecht op dit moment voor een klus. Dus ik zei al tegen hem van probeer in ieder geval een beetje op tijd naar huis te gaan. Want mocht ik er wel heel veel last van krijgen of mocht het ineens helemaal stormlopen, dan is in ieder geval al thuis. Maar wat ze in ieder geval dus gaan doen is dat ze met hun vingers in de vagina gaan. En dan gaan ze het zeg maar een beetje zo ronddraaien of woelen, hoe ze het ook willen noemen. En daarmee maken ze dus zeg maar de vliezen van de baarmoedermond los. En ik ging nog even kijken, want ik heb het zelf dus nog nooit eerder meegemaakt. Maar het schijnt dus dat daarbij hormonen vrijkomen. Dat heet prostaglandines. En die hormonen zijn nodig om de bevalling op gang te brengen.
En sommige vrouwen vinden het strippen vervelend en andere vrouwen voelen er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Nou, ik ben niet zo heel kleinzerig, dus ik verwacht niet dat ik helemaal daar gillend in de stoel zal liggen. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje spannend omdat ik geen idee heb hoe ik me daarna voel. En of het echt iets gaat opwekken of dat ik alleen maar kramp krijg en dat het vannacht gewoon weer stil staat en niks gebeurt. Ik doe alles gewoon nu sowieso op dit moment om haar eruit te krijgen, want... morgen precies 41 weken en het duurt me allemaal toch wel even te lang. We zijn gewoon zo benieuwd naar haar en het wordt voor mij ook gewoon steeds zwaarder met die buik. Dus laat maar komen. En iets wat ik jullie ook nog niet had laten zien is onze nieuwe eettafel waar ik echt ontzettend blij mee ben. Het is een heerlijke grote eettafel waar je echt met heel veel mensen aan kunt zitten. Maar wat er vooral zo fantastisch aan is, is dat die zo organisch gesneden is. Ik vind dat zo vet en het geeft echt heel veel sfeer ook in huis. En het is gewoon echt even zo'n eye-catcher als je binnenkomt. Het enige is dat we stoelen hebben die ik eigenlijk net even iets te donker vind. Dus die moeten we eventjes nog omruilen voor iets lichter hout. Want dit steekt net even te veel af van de keuken. Het is ook een stuk roder bruin dan de keuken. Dus het is net niet. Maar... dit modelstoel vind ik wel echt heel mooi. En ik krijg ook heel veel vragen over steeds. Maar dan zullen jullie dus binnenkort zien als ik dus de juiste kleur heb. Maar die tafel is echt de tafel van mijn dromen. Ik ben hier zo, zo blij mee. Echt niet normaal hoe die is gemaakt. Want ik ben vanmiddag gestript en ik ga helemaal dood van de pijn nu. En als het nu niet gaat doorzetten, dan weet ik het ook niet meer. Niet gebeurd is. Fingers crossed, maar ik hoop dat je in ieder geval gewoon kan slapen. Ik hoop het ook. Ik ga zo even douchen. Slapen of persen? Eén van die twee. Dat, van binnen doen we het niet. Dwayne is boven de kinderen in bed aan het stoppen. En dat strippen, jongens. Waarom heeft niemand mij verteld? Hoe fucking verschrikkelijk dat is. Letterlijk kut. Oh mijn god, ja echt gewoon letterlijk kut. Another glorious morning. Met deze hier. Still waiting for this little baby in the belly. Grote voeten. Nou, twee. Ik kan gewoon echt... Mijn voeten, ze zijn niet heel... Het valt nog wel mee qua vocht, maar meer gewoon dat ik mijn sokken en schoenen weer kan aandoen. En mijn voeten zijn ook koud. Denk stoppertje. Goedemorgen, guys. Ik ga jullie zo even bijpraten over hoe het vannacht is gegaan met mijn buik. Het was namelijk echt horror. Maar goed, ik praat jullie zo daarover bij. Ik ga even lekker wandelen, want het is nu nog mooi weer. Dwayne die gaat Nela ophalen. Wat zit je daar nou in dat hoekje te kijken? Hij gaat Nela ophalen van school. En ik dacht, ik ga even een blokje omlopen. Want ik zit alleen maar binnen anders. En nu is het echt zonnig buiten. Dus ik ga dat eventjes goed benutten. Even wandelen. Kom maar. Lisa, kom. Kom. Gaan we even lopen. Ik ben heel even op een bankje gaan zitten buiten. Net een stukje gewandeld. En Lisa halverwege kwijtgeraakt. Ik weet niet waar ze nu is. Maar volgens mij is ze teruggelopen naar huis. En ik dacht, ik ga even zitten en jullie vertellen over hoe ik het strippen dus ervaren heb. En eigenlijk heb ik voor morgen nog een afspraak staan voor de tweede keer strippen. Maar dat ga ik gewoon afzeggen. Want ik... het ging... Eigenlijk, het strippen zelf vond ik wel... Tuurlijk, het was geen fijn gevoel. Maar dat is zo klaar. Dus dat vergeet je weer. Maar toen ik thuis kwam, toen begonnen bij mij heel erg die krampen. Echt die voorweeën, aanhoudende krampen. Wel heel onregelmatig waren ze. Maar dat vond ik persoonlijk echt verschrikkelijk. En die krampen die zijn bij mij doorgegaan tot een uurtje of drie in de nacht. Dus je kunt je voorstellen dat ik eigenlijk heel onregelmatige voorweeën had. Die
best wel intens waren. Tenminste, ik vond het heel intens. En dan in je hoofd heb je zoiets van, oké, ik denk dat het nu wel gaat beginnen. Dat het strippen heeft geholpen en dat je hierna gaat bevallen. Dus ja, de hele nacht ben ik eigenlijk heel onrustig geweest in bed. En af en toe ging ik dan naar de wc en weer terug. En dan had ik weer pijn in mijn buik. Werd ik gewoon heel misselijk ook van de pijn. En dat je dan ook in de nacht wakker ligt. Dan wil je eigenlijk gewoon even wat eten. Dus dat vond ik heel vervelend. En ik ben blij dat het nu wel weer een beetje is afgezwakt. Want het was echt geen pretje. Dus dat was even mijn ervaring met het strippen. Ik ben benieuwd hoe jullie dat hebben ervaren. Degene die gestript zijn. Want ik lees er echt zoveel verschillende dingen over. Maar voor mij was het gewoon echt een no-go. Dus dan weten jullie mijn verhaal. Ik ga weer een stukje verder lopen en dan thuis even kibbeling eten. Want Dween is dat nu met Nela aan het halen. Dan om 6:30 komt Juna weer thuis. Dus ik heb nog even de middag om lekker te rommelen en te slapen. Want ik ga echt even een dutje doen hierna. Dan word ik ook lekker rozig nu. Ja, ik heb gewandeld. En het zo koud en crispy is buiten. Dan is het toch heerlijk om daarna lekker even in bed te gaan liggen. Dus dat is wat ik ga doen. Eerst even eten thuis. Lekker kibbelingetje. En dit is toch een heerlijk weertje, jongens. Ik kan hier zo van genieten. Gewoon de rust. Het zonnetje, de blauwe lucht. Niemand die hier verder loopt. En dan die geluidjes van die vogels hierachter. Ja, echt even een fijn momentje dit. In mijn eentje, zonder de kinderen. Nog even een wandeling maken. Je weet ook niet wanneer de laatste keer is. De volgende keer ben ik hier gewoon aan het wandelen met de kinderwagen. Blijft gek. Oké. Ik ga mezelf overeind helpen. Ik ben even in bed gaan liggen. Ik merk toch dat die krampen nu wel weer terug beginnen te komen. Ik vind het zo frustrerend dat het eigenlijk nu al 2 weken lang rommelt en het niet doorzet. Er gebeurt gewoon verder niks. Hou het hierbij en in de volgende vlog zal ze er zijn. Ik weet, ze komt hoe dan ook, maar ja, het is gewoon nu even afzien en wachten. Bedankt voor het kijken. Het is begonnen. Die heerlijke persvee.